Eentje dat ik vandaag wil delen, die ik ja, eigenlijk deels wel had graag willen weten als ik jong was en deels ook weer niet, is eentje rond emoties. Dus als ik tiener was, dan zat ik enorm in de knoop met mijn emoties en ik snapte niet dat de rest van mijn vrienden, ja, het leven eigenlijk zo rooskleurig geleken te zien en daar niet zagen hoeveel problemen er eigenlijk in de wereld waren, hoe onfair dat mensen soms wel niet behandeld werden en hoe dat er eigenlijk, ja, bitter weinig reden was om gelukkig te zijn. Dacht ik toen, voor alle duidelijkheid, hè. En ondertussen, met ouder worden, ja, wijzer gaan we het niet noemen, maar toch meer ervaring op de teller, heb ik eigenlijk ontdekt dat deels waarom dat die emoties zo donker binnenkwamen bij mij, deels kwam door het feit van het hoogbehaafd zijn en dat alles toch wel feller binnenkomt dan bij andere mensen, maar deels ook dat het vertrekpunt, als ik naar die emoties keek, was dat die emoties niet oké waren. Dus als je droevig waart, ja, dan moest je iets gaan doen. Dan moest je toch even gaan kijken wat je daar zelf aan kon helpen. Want er was geen reden om verdrietig te zijn. Als je je slecht voelde, donker voelde, allee, gelijk welke emotie, landde eigenlijk op de gemiddelde lat. En jij moest zorgen dat je op die lat paste. Dus als ik één tip kan meegeven, die ik heel graag had geweten als ik jong was, dat was dat elke emotie terecht is. Elke emotie heeft zijn reden van bestaan. Elke emotie wil jou iets vertellen. En dus er zijn eigenlijk geen slechte emoties. Wat wel belangrijk is bij elke emotie, is ze te laten toekomen. Dat wil dus zeggen, op een positieve manier accepteren dat die emotie daar is. En dan vooral kijken, want elke emotie is eigenlijk een biologische reactie die iets wil vertellen aan jouw lichaam, aan jouw ziel, aan jouw geest, aan jouw alles. En vooral daarvoor kijken van, oké, wat vertelt mijn lichaam mij hier eigenlijk? Waarom ben ik nu droevig? Waarom ben ik nu dit? Waarom ben ik nu dat? Wetende dat die emotie reden heeft van bestaan. En van daaruit dan eigenlijk, ja, die emotie een vorm te geven door daarmee aan de slag te gaan. Dat kan zijn gedichten schrijven, dat kan zijn dingen vertellen, dat kan zijn vrijwilligerswerk doen, dat kan van alles en nog wat zijn. En dan moet je eigenlijk kijken wat er met die emotie gebeurt als je daarmee aan de slag gaat. En op basis daarvan zal je dan wel ontdekken hoe elke emotie past in de puzzel. Dus ik zou zeggen, dat is eentje die voor iedereen van toepassing is, maar emoties, ja, die mogen er zijn. En bij ons hoogbehaafden komen die dan nog een keer in het kwadraat binnen. Dus weet dat als je een emotie hebt en studenten rondom jou reageren daar minder fel op, dat gewoon is omdat onze voelsprieten waarmee we die emoties krijgen, dat die anders werken, dat die intenser werken en dat die dus ook op die manier moeten bekeken worden. Die zijn niet slecht, want dat is hetgeen dat jou nu en later in jouw leven toch een beetje dat unieke pad gaat geven, die niet het standaard bewandelde pad is, maar daarom niet minder een interessant pad is. Het is nu wel grappig dat ik net op een hele mooie, nieuw gebetoneerd pad moet lopen daarvoor. Maar trust me, wij gaan dan toch net weer die bulten in dat pad zien die we vinden die toch wel anders konden aangepakt worden. Dus, emoties mogen er zijn. En dat was een beetje wat ik vandaag wou delen. Weer een zonnetje. Bye.